Hallo allemaal, hoe gaat het met jullie? Dit kristal wat ik nu in mijn handen hou is al een tijdje in mijn bezit. Het is een van mijn lievelingskristallen. Zoals dat jullie kunnen zien, is het echt een heel bijzondere kristal. En een heel echt mooie beauty. En ze glinstert ook een beetje als je ze in zonlicht houdt. Zoals dat jullie kunnen zien. En deze noemt dus starburst salsiet. Roze starburst salsiet noemt dit kristal. Ik ben er heel erg blij mee. Het is echt een van mijn favoriete kristallen dat ik in huis heb. Nu, dit kristal ligt meestal op mijn orakelkaartenset van mijn Avalon kaarten. Die ik hier heb. Daar ligt hij dan op. Altijd. En ik kan nu vandaag speciaal voor jullie ook nog een kaartje trekken uit dit orakel van de Avalon kaarten. Zoals dat jullie zien, zijn het echt prachtige kaarten zo aan de achterkant. Het is een van mijn favoriete kaartensets. Het heeft hier ook een gouden glans. Zoals dat jullie nu kunnen zien. Dus even een kaartje voor jullie trekken voor vandaag. En het is de kaart geworden van het thema partnership. Een partnership kaart. Dus de betekenis van deze kaart is dus dat het heel belangrijk is om een goed team te vormen met elkaar. Om een goede partnership te vormen. Dat kan je op vele vlakken hebben. Een familieband of met je geliefde. Op vriendschappelijk vlak. Dus je kunt het op vele manieren hebben. Een partnership met elkaar. Het is heel belangrijk om ook heel goed samen te werken. En ja, omdat dit thema zo naar voren komt, is dit in deze tijd wel heel erg belangrijk. Dat we echt aan onze banden met elkaar werken. En dat we gewoon heel erg lief zijn voor elkaar en mooi met elkaar samenwerken. Oké, dus dit wil ik vandaag nog even vertellen aan jullie. Het is ook heel erg goed weer vandaag, dus ik ga nog even in de zon gaan zitten. En ik wens jullie allemaal nog een hele fijne avond toe en heel erg veel liefs van mij.